De aanwezigheid van militair personeel in het Pikin-Saron-gebied is momenteel echt nodig, zei defensieminister Krishna Kumari Mathura. Vandaag voor de vergadering van de ministerraad zei Mathura dat de bedoeling is om de rust in de gemeenschap te herstellen. Vooral nadat zich op 2 mei ongeregeldheden hebben voorgedaan met 2 doden als gevolg. Wanneer de rechtsorde in een gebied verstoord is, er is grove mate van inbreuk op de rechtsorde en dat is gebeurd in Pikin-Saron, waarbij doden zijn gevallen, gewonden zijn gevallen, mensen zijn gegijzeld, economische activiteiten zijn ontwricht, trucks in brand zijn gestoken, dan is het onze taak en verantwoordelijkheid om veiligheid terug te brengen in het belang van iedereen. De lokale bewoners, de mensen die in het gebied wonen, werken, activiteiten ontplooien. En dat kan je doen door zichtbaar te zijn, aanwezig te zijn, aanspreekbaar te zijn. En dat doen we op dit moment. Gewoon orde, rust en veiligheid terugbrengen. De minister zegt verder dat het leger niet als zodanig kan optreden als zaken zich voordoen in het gebied. Omdat de bevoegdheid in dit stadium niet bij het leger rust. Het grootste belang is nu dat de wantoestanden in het gebied en andere dorpen zich niet herhalen. We hebben nu tijdelijk de wacht van Maripa Stong. Dat is de concessie van Grasalco. Welke is in Maripa Stong? Daar hebben we voorlopig de wacht over genomen. Het is een productie, Surinaams productiebedrijf. We hebben in ons beleidsplan dat we productiebedrijven ondersteunen, omdat het heel belangrijk is als productie ontregeld raakt, productie gestopt wordt, of het nou is van Newmont, IM Gold of welk ander bedrijf, dan hebben we nog meer economische schade, hebben we weer stappen achterwaarts. En dat willen we niet, dus we ondersteunen en dit is normaal in het beleidsplan van Defensie en wij nu zeggen de private beveiligingsbedrijven, maar dat is nu even niet mogelijk, dus wij hebben de bewaking tijdelijk overgenomen. Mathura bevestigt dat er enkele uren geleden schoten zijn gelost in het Bigipoika-gebied. De politie is nu bezig met de doorlichting, waardoor de bewindsvrouw nog geen nadere details kon verschaffen.